Het is zaterdag 11 februari 2023, 10 over 10, zaterdagochtend. En ik ga aangifte doen bij het bureau Nieuwe Parklaan in Scheveningen. Ik heb ook in Scheveningen gewerkt. En ik ga aangifte doen tegen enkele mensen die ervoor gezorgd hebben dat ik in de gevangenis werd geplaatst. Van Breda en detentiecentrum, nee, de gevangenis in Rotterdam, maar ook in een cel in Middelburg en in Leiden. En dat was op basis van valse aangiftes. En die valse aangiftes die zijn gebruikt door de politie, door het OM en door de rechtspraak. En dat pik ik niet, want ik ben de klokkenluider van justitie, niet vergeten. Het is zaterdag 11 februari. En het is inmiddels 10 over 3 smiddags, 15 uur 10. Ik was hier om 10 uur 20 bij het politiebureau Nieuwe Parklaan om aangifte te doen tegen drie rechters en drie officieren van justitie en een griffier. Het heeft wat voet in de aarde gehad. Ik ben 4 uur en 3 kwartier bezig geweest. Dan zou je zeggen, hoe kan dat nou weer? Maar ik kan niet precies de ins en outs doorgeven. Maar tijdens de verklaringen die uitgeprint werden, dan klopte een datum niet. De datum moet wel kloppen natuurlijk. Dus als het verhaal moet kloppen. En aangezien er valse aangiftes tegen mij zijn ingediend vanaf 19 april 2021... heb ik aangifte gedaan tegen drie rechters en drie officieren van justitie. Alleen een coördinator van het politiebureau bemoeide zich met het proces. En degene die het PV opnam, de aangifte, in mijn ogen was ze goed bezig. Maar bij het uitprinten kwam er steeds een andere versie. Dat heb ik geconstateerd. En er was er iets weggelaten en iets wat niet eerder besproken was. En dan denk ik, het moet wel kloppen natuurlijk, weet je wel. En ik heb getuigen. En ik wil een getuigenverhoor van mijn getuigen. Die al ontlastend voor mij hebben verklaard. En tegen de ministers van Justitie, Weerwind en Jesselkus. En tegen de inspectiediensten van de IGJ en de inspectie JNV. Het is een hele grote zaak. De zaak is totaal ontspoord. Dus het is hier, waar dachten ze ook van dat datumpje. Nou, ik wil. De eerste aangiftes zijn gedaan op 19 april 2021 door inspecteur-generaal Henk Corvinus. En die heeft gesjoemeld. En valsheid in geschriften. Ik wil helemaal geen geld. Ik wil dat de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften en mij daardoor met valse aangiftes in de detentie hebben gezet, 2 keer, rechter Prenger, die moeten vervolgd worden. Het ondersysteem moet bovenkomen. En op 21 februari 2023 is er een regiezitting in de rechtbank van Breda. Men wilde het eerst inhoudelijk behandelen. En men zei lachend, de drie rechters en de onbekende officier van justitie, op 23 maart 2022 gingen ze gniffelend zo van het onderzoek is bijna afgelopen. Hè? En ik zat daar, terwijl de OVJ 90 dagen had geëist. En ik ging in een transportbusje naar detentiecentrum Rotterdam met de boodschap, je hebt 90 dagen, je moet lekker je bek houden, brug. De volgende dag werd ik dan wel onder voorwaarden vrijgelaten. Het is een lang verhaal, maar ik moet het wel even vertellen. Want valsheid in geschriften door rechters moet worden aangepakt. Helemaal in de aanloop naar de verkiezingen. Weg ermee met corrupte rechters. Dat mag ik zeggen, want ze hebben mij, de klokluider van justitie, met valse aangiftes van de baas van alle gevangenisdirecteuren, Erik Nijman. Dat zit allemaal in de zaak. Koldenhoven hebben ze de namen genoemd. En dat doorkruiste zaak Apeldoorn, de aangifte van Rutte en de Jonge. Kijk, ik heb een groen shirt aan, een Zelensky shirt, hè, hahaha. Maar ik zou liever gewoon naar Quick Boys gaan, maar dat interesseert me helemaal gereed meer, het hele voetbal niet. Maar ik ga lekker terug naar Katwijk. En de mazzel, tot 21 februari in Breda. Met livestreaming graag en pers en openbare zitting. Ja, want dan zullen, en ik wil een getuigenverhoor, niet vergeten. Nou, ik kreeg een melding vanuit het bureau dat er iemand wat druk stond te doen tegenover het bureau. En ik denk dat u het was, dus dat wil ik graag even uitzoeken. Als er niks aan de hand is, dat vind ik het ook aan. Ik ben bij Anne geweest. Ja. En dat is ook raar. Ik ben hier vanaf 10 uur 25 ja. tot 15 uur 10 geweest.
En ik heb aangifte gedaan en die kan ik je laten zien. Nee, maar dat vind ik ook helemaal geen probleem. Ik vroeg me alleen af wat er dan net even bij het restaurant gebeurd is. Restaurant? Ja, tegenover het bureau. Nee, ik heb mijn gsm op het muurtje gezet. Ja. En daarin heb ik gezegd dat ik aangifte heb gedaan. Oh, oké. Okay. Ja. Wat dan het is dat het, hè? Nee, maar ik zou zeggen, ga lekker iemand arresteren. En ik ben een klokluider van justitie. Zeg even tegen Anne Breugem, ik heb Anne Breugem, ik ben net weggegaan bij Anne Breugem. Maar misschien is het zo, omdat misschien denkt het restaurant wel, er staat iemand, ja, die zagen misschien mijn gsm niet. Ik weet het niet. Dat zou kunnen, we sluiten het even uit, doen het even met het bureau kort sluiten. Anne Breugem, en ik zag daar net ook nog een Marijke, een Katwijkse politieagent, die ken ik nog uit de straat, van mijn buurt, uit Katwijk. En het enige is dat ik een hele lange aangifte heb gedaan. Zware zaak. Ik wou net zeggen, 4,5 uur. Hè? Ja, dat schoot niet echt op. Nou, er is een melding gedaan. Zo zie je maar. Het leven van een klokluider gaat niet over rozen. Waakzaam en dienstbaar. Misschien, ja, wat ik al zeg. Maar ze dachten bij het restaurant. Ja. Daar kwam een melding vandaan. Ja, nee. Misschien stond hier wat uit de Ik kan het je laten zien. Bedankt, wij gaan weer verder. Jongens, werk ze. Jo. Hoi. Jo, dag. Nou, ben ik weer even aangehouden. Bijzonder gedrag. Nou, ik vind valse tegenschriften bijzonder gedrag. 15:18, 5 man politie. Ik zou zeggen, rij naar Gouda en arresteer en Breda en arresteer de OVJ die mij in de gevangenis heeft gezet. Wat een zeutje zeg. Dit is een procesverbaal van 3 november 2022 toen ik op basis van een vals procesverbaal van bevindingen weer uit huis werd gehaald door de politie Katwijk en via Leiden een cel en een politiecel van de rechtbank van Breda voor rechter Prenger kwam te zitten, die mij weer naar een cellencomplex in Middelburg stuurde. Ik zeg hierin, ik heb geen advocaat. Volgens de griffier, die maakte een pv op waarin ze met mijn advocaat hadden gesproken, maar ik heb hier gezegd, deze mevrouw is mijn advocaat niet meer. Vervolgens krijg ik een document waarin ze met mijn advocaat hebben gesproken. Dat klopt helemaal niet. Daar loopt ook een procedure tegen. Ik heb hier al gezegd, ik kondig mijn aangiftes aan die ik vandaag heb gedaan. En als Prenger, ik zei tegen Prenger, joh, als je me 30, 60 of 90 dagen geeft, dan doe ik ook aangifte tegen jou. Dat zei ik hem ook. En ik zeg, ik ben niet onder de indruk van dit systeem. Ik was het spuugzat. En de OVJ, dat was Bos. Hij leek op Wouter Bos, maar het kan ook. Hij zei zijn naam niet, maar hij leek op W. Bos, de beroemde topofficier. Maar hij gaf zijn voorletters niet, dus OVJ Bos, daar heb ik ook aangifte tegen gedaan. Ik had het aangekondigd. En dit is ook uit de procesverbaal van 3 november 2022. En dan staat er dan dat ik zou hebben gezegd, ik ben van mening dat de zaak gestart is op 19 april 2019. Maar die aangifte van inspecteur-generaal Henk Corvinus is gedaan op 19 april 2021. 3 dagen nadat Mark Rutte tegen mij zei, stuur mij een briefje. En op 20 april 2021 kreeg Rutte van mij een klokkenluidersbrief. En 1 dag eerder, 19 april 2021, deed Corvinus aangifte. Deze datum 2019 klopt niet. Dat moet dus zijn 2021. Ik zeg dus op 3 november tegen Prenger, de start van het dossier is, vanaf de start is er sprake van valse aangiftes. En als u mij 30, 60, 90 dagen heeft, komt mijn hoge beroep in gevaar. Dat was de zaak Apeldoorn, Rutte en de Jonge.
Ik zeg 24 november is er hoger beroep op 2022. Maar dat werd 3 dagen daarvoor door het OM gecanceld. Omdat ik zoveel producties had ingeleverd waardoor ze in paniek zijn geraakt. Ik heb beeld- en geluidmateriaal, ik heb getuigen, ik heb geheime getuigen die voor justitie werken. En ik ken een klokkenluider die bij een andere segment zit. En daar zijn ze doodsbang voor. En ik moet niet te veel vertellen. En 110 dagen ongeveer eerder, op 3 november, zeggen ze, op 21 februari 2023 is de inhoudelijke zitting. Dat wisten ze al. Het lijkt wel op Esther Ouwehand, die op 11 oktober zegt van, ik ben ingestort en eind januari 2023 is mijn burn-out voorbij. Dat kan toch niet? Hoe zit dat nou? Maar dat is iets anders, Esther. We kennen elkaar en jij kent mijn klokkenluidersdossier ook heel goed. De inhoudelijke zitting van 21 februari gaat niet door. Dat wordt een regiezitting. En ik wil livestreaming en ik wil een getuigenverhoor aanvragen met verrassende namen. Ja, want we hebben beeld- en geluidmateriaal. En ik heb in de gevangenis gezeten op basis van valse aangiftes. En dat is valse tegenschrift en dat dient afgestraft te worden. Ja... Het is nogal wat. Ik wil ook ministers op laten roepen, want minister Weerwind heeft onjuiste informatie over mij verstrekt aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het is echt gebeurd. Vanwege de Kamervragen, de antwoord op Kamervragen van Wiebren van Haga. En er zijn vervolgvragen gesteld door Wiebren van Haga. Het enige Kamerlid dat zich voor mij heeft ingezet, hij heeft het aangedurfd om mij te helpen. Waarvoor heel veel dank namens mij en mijn collega's. Mijn naam is Huig Plug. Ik ben erkend door de expertgroep Klokkenluiders en ik kom uit Katwijk aan Zee. De schoonmaak bij justitie moet beginnen en ik wil de groep aanvoeren. Ik wil alle rotte appels verwijderen, zo snel mogelijk. Helpen jullie mee?